Oké, boys, dit is de shit die we hebben. Hier is Bach zo. Zal ik een lamp aan doen? Nee, jongen. Wat doen we dat? Wat verdikke. Wow, wat ben ik goed in belichting en die dingen, jongen. Je moet dat witte spul zo meteen mengen, hè. Hou je mel. Volgens mij was dit het enige wat ik nodig had. Deze dingen, hier. We hebben hier roomboter. We hebben magere kwark en we hebben verse slag, jongen. Oké. Okay. En dan hebben we Dr. Oetker. Op de clutch. Bro, ik ben niet een IRL-streamer, merk ik, man. En ook geen Tonk-streamer. Oh, trouwens, ik heb geen idee wat ik fucking moet doen. Ik maak dit ding erover. Oh. Een lucky chat. We moeten één pak Dr. Oetker. Dat is deze. 500 gram magere kwark nodig. Dat is deze. We hebben 250 milliliter. Dat is deze. De slagroom. We hebben 60 gram boter en 300 milliliter water. Zal ik dat dan eens even pakken? Boys, vinden jullie dit 300 milliliter of niet? Hier, dit. Is het genoeg? Er staat dat dit 15 minuten hoort te gaan duren. 15 minuten! There is no way dat ik dit niet in 10 minuten kan. Oh, ik moet de scheet laten. Leg het bijgesloten velletje bakpapier over de springvormbodem. En plaats de rand terug. Oh, ik weet wat ze bedoelen. Ik weet letterlijk wat ze bedoelen. What the fuck? Oh, dan moet dit ding natuurlijk klikken. Is hij nu vast? Hij is vast. Oké. Boys, ik weet nu hoe die moet. Kijk. Je moet dit zo pakken, ja? Je pakt dit zo. Je legt over die plaat, ja? Die plaat zit hieronder. En dan doe je dan dit ding erop. Zo. En dan klik je hem vast. Boom. Kom op, chat. Kom op. En dit knip je eraf voor handigheid. Boys, mag ik even een W in de chat? Smelt 60 gram boter in een pannetje. Oh, dat is echt het deel wat fout gaat, man. We hebben hier een pan. Daar moet dus dit blok boter in. Ik weet niet hoeveel gram dit is trouwens. 125, dat is veel te veel. Oké, dan moeten we dus een beetje gaan gokken wat genoeg is. Boys, is veel of weinig boter lekker bij kwarktaart? Moeten we juist veel of moeten we weinig hebben? Dit was 125, dan moet ik net wat meer dan de helft, toch? Want de helft is 160 ongeveer. Dus dat is de helft en dan een klein stukje zo. Bam, ik heb hem, chat, ik heb hem. Maar ik heb wel een weegschaal, toch? Of niet? Heb ik een weegschaal? Oh, weer een weegschaal. Boys, hij is kapot. Je weet het, boys. Je weet het. We hadden er 80 nodig, ik doe er 81. Dat vind ik prima. Wat een guess. Oké, nu flikker ik het in het pannetje. En moet dan nu dat ding aan, of niet? Voordat ik het huis afbrand, dat zou ook niet al te best zijn. De weegschaal, er zit boter op de weegschaal. Is dat ernst? Ik ga ondertussen met dit. Smelt 60 gram. Ik moet 60, ik heb 80 gedaan, bro. Neem het pannetje van het vuur en roer de inhoud van het zakje. Kruimelbodemmix. Door de versmolten boter. Oké. We hebben hier bodemmix. Dat is geen kruimelbodemmix. We hebben hier taartmix. Boys, ik heb letterlijk geen kruidenbodemmix. Boys, kijk hoe ziek. Zal ik het even laten zien? Hopen dat ik het er niet in donder. Hier, kijk dit. Oh mijn god, chat. Wat een creativiteit van ons Skeptic. Boys, moet ik het dan in de pan roeren? Er staat letterlijk, neem het pannetje van het vuur en roer de inhoud van het zakje kruimelbodemmix door de gesmolten boter. Moet dat in dit? Dat moet toch niet? Dat klinkt echt achterlijk. Oké, dat moet. Oké, maar ik vertrouw jou, ja? Als het niet zo is, dan unpip ik je gewoon gelijk weer, ja? En dan doe je ook niet meer mee met Fortnite. Oké, ja, van het vuur ook, maar ik wil nog eventjes kijken of die... Oké, volgens mij is die wel klaar. Van het vuur. Maar de onderkant is fucking heet, toch? Wacht, nee, grapje. Oh, boys, het ruikt wel lekker, man. Boys, gesmolten boter is de shit, bro. Wacht, ik heb hier dit. Boys, het idee was nu om te mixen. Met wat mix ik? Moet ik met zo'n drillboor? Want ik heb een drillboor. Hier. Ik heb dit. Moet ik dit gebruiken of nog niet? Waarmee moet ik mixen?
Want het is heet. Nee. Oh. Met een lepel. Oh. Oh. Ik ben het handje. Zeg dat dan gewoon meteen. Zo, een liter. Water. Oké, een lepel. Dan doe ik het wel met deze, want ik vind deze lepel leuk. Is het goed? Wat denken jullie? Kut. Bedek de bodem van de springvorm gelijkmatig met... Dat is het leukste deel. We hebben hier die vorm. En dan dit. En dit domme hier gewoon in. Oké, nu moet ik het gelijkmatig verdelen. Ik ben niet heel goed in verdelen. Oké, misschien moet ik een ander apparaat gebruiken hiervoor. Ik pak wel even een lepel. Want ik moet het even zo. Anders blijft hier op zitten. Ook niet handig. Ik doe het sowieso wel gewoon met een vork aan. Kijk nou, lepel? Wie zei de lepel? Boys, vinden jullie dit goed verdeeld? Zo? Ik denk het wel, toch? Doe 300 ml water op kamertemperatuur. De kwark en de slagroom in een kom. Oh, dit moet... Oké. Daarvoor hebben we deze. 300 ml water, dat heb ik. Dat hebben we hier. Water. Dan hebben we de kwark, slagroom in een kom en meng dit. Met de gardens op de laagste stand door elkaar. Gebruik voor de beste resultaten kwark en slagroom direct vanuit de koelkast. Oké, ik heb het echt al best wel lang uit de koelkast. Waarom zeg je dat nu pas? Ik heb 500 gram kwark. Dat had ik nodig ook, hè? En twee... Oh, dan kan ik gewoon alles erin dompen. Ik weet niet hoe een garde werkt, trouwens. Dus dat zien we dan wel. Dan doen we kwark. Moet ik dit nog mengen of zo? Normaal gesproken zit echt zo'n waterlaag op. Oh, dat zit er niet echt op, merk ik. Oh, wel een beetje. Oké. Donker. Oh. Nou, hij is op. Oh, dit is helemaal vloeibaar, joh. Dat is niet... is het dan nog wel goed? Ik bedoel, ik heb het vandaag gehaald. Hierin. Ik wist niet dat deed. Ah! Oh, what the fuck, man? Hé, joh. Gek. Maar hij zegt standje 1. Alles begint ineens te spetteren. Boys, moet ik hem nou verder inhouden of zo? Zou dat het zijn? Ik ga het weer proberen. Maat, what the fuck. Hij gaat veel te hard, bro. Ik ben toch wel erg sterk en al die dingen, dus dat komt wel goed. Wat een content. We moeten nu in ieder geval, wat staat er? Voeg de taartmix toe aan het mengsel met de mixer op de laagste stand. Oké. Dit toevoegen aan het mengsel. Maar dit is gewoon pure, dit is gewoon suiker, maat. En nu ga ik de garde weer proberen, want er zit nu meer structuur in. Snap je wat ik bedoel? Het is minder vloeibaar. Motherfucker, dit gaat veel te hard. Oké, ik doe verder. Ik doe het niet. Ik kan de... Wat een flikker ding, man. Hoezo gaat één al zo hard? Dit gaat echt vermoeiend worden, maar hey, we doen het ermee. Dit ziet er echt al oprecht goed uit, gewoon. Eerlijk, ik zou oprecht zeggen, flikker het er gewoon op en boeit. Want ik kijk er zo naar en ik denk, er kan helemaal niks meer veranderen op dit moment. Schenk een taartmengsel over de bodem. Oh mijn god, dit is echt het deel wat echt flink fout gaat. Boys, ik zeg het je nu. Oké, wat ik wel heb geleerd in het leven. Je moet niet te bang zijn. Kijk, als ik bang ga gieten, dan gaat het waarschijnlijk fout. Dus wees confident. Maar ook niet te confident, want dan gaat het te hard. Oh. Ik heb nog niet eens verloren. Dit gaat prima. Ik moet er alleen nog wel even uitscheppen, de rest. Het enige wat nu fout kan gaan, is dat ik hem optil en in de koelkast zet en dat ik onderweg op mijn bek ga. Dat is de taart. Dit. Crazy chat. Ik weet niet of die vast zit nu. Ik denk het wel. We hebben het gedaan, chat. Want ja, ik doe het mij maar. Oké, boys.
3, 2, 1. Boys, clip dat, ik wil het zien. Kom maar hier met hem. Kijk, zo weer dat.